Ja, ja, lieve vrienden. Er is er eentje daar bij de deur, die wil er eigenlijk uit. Die zit op de bank te chillen. En die ligt hier te chillen. En daar zit er ook een te chillen. En dat is onze Willy. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, het is vandaag alweer reeds donderdag. En we zitten inderdaad nog even lekker te chillen met een bak koffie erbij. Maar ja. We gaan straks ook eventjes lopen met de meisjes. Het komt helemaal goed. Maar ik heb ook een pakketje binnengekregen. Ja, een pakketje. Ik had er 2 via Willy. Lippenstift. Maar die raken op. Maar ik heb 3 andere erbij gehaald. Later tenminste gehaald. Gekocht. En dat zijn 3 verschillende kleuren. Het lijkt wel heel veel op elkaar, maar toch zijn het 3 verschillende kleurtjes. Ja, dan gaan we er eentje zo meteen uitproberen. En die oude 2, ja, die zijn vele malen lichter, maar ik denk ik wil dus ook wat donkerer. Ja, helemaal leuk. Dus dan gaan we gewoon uitproberen eentje zo meteen. Ja, helemaal gezellig. Maar ik wens jullie ook, want dat vergeten we weer helemaal, maar dat maakt niet uit. Een hele hartelijke welkom bij Corine en de Beestenbond. Zoals jullie weten zijn jullie daar gewoon bij aanbeland. Want ja, zien jullie mij, dan weten jullie dat. Hé, Rijka? Ja. En het is, wat ik al zei, donderdag de 15e, klopt dat? Ja, natuurlijk klopt dat, want het is de computer die dat zegt. Van de 8e 2024 en we leven op de tijd van 13:41. Ja toch? Ja. Ja toch? Ja. Ja hè? Ja toch? Rijka? Ja hè? Ja, en het is vreemd weer. Vind ik. Want dan schijnt de zon weer een tijdje en dan is de zon weer weg, toch? Of niet dan? Oh, tegen mij? Ja? Oh, ja. Ja? Maar het is half bewolkt, hè? Ja, half bewolkt. Ik heb het windscherm, ja hoor, het zonnescherm naar beneden gedaan op een gegeven moment. Want ik denk, het wordt anders ook weer te warm in huis, dat moet maar niet. Nee. Hé? Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag. Misschien is het bij jullie ietsje beter weer dan hier, maar ik denk het niet, want het is toch allemaal hetzelfde tegenwoordig. En ja, doe wat je doen moet, doe wat je doen wilt en geniet een beetje met mij mee, met ons mee. En tot later. Doei doei. Zo, lieve vrienden, ja, Willy is de deur weer uit. Ja, en ik heb even met Karin gesproken. Dat is ook allemaal weer goed. Enkel, ik ga de deur nog lekker even uit. En misschien dat ik ook nog wel even naar Marianne toe ga. Maar ik moet sowieso, moet ik even blarenpleisters halen. En geld halen, dat moet ik eerst. Want anders kan ik geen blarenpleisters halen. En ik hoop dat ik een goede kind krijg, want wat ik nou heb, ja, dat vind ik nou niet echt jovel. Want het blijft bij mij gewoon niet zitten. Ja, het gaat van mijn voeten af, ja, noem maar op, weet je. Dat is niet de bedoeling. Ik heb nog wel een beetje, maar echt blijven zitten, nee, dat doet het niet. En dit waren ook hele goedkope. Hele goedkope. Ik weet niet eens niet meer hoe duur. Maar in ieder geval, dat ga ik even halen. En ik zal Marianne bellen, appen van... het goed is dat ik kom, dan neem ik mijn kaarten wel mee. Dus het komt helemaal goed. En ik hou gewoon vol goede moed. En dan zien we het wel weer. Ik doe wel mijn vest aan, want het waait als een raket.
Zonnescherm doe ik ook omhoog, want die hoeft niet meer. Er is nog wel zon, maar niet zoveel meer. Dat is, dat schijnt hopelijk niet meer naar binnen. En anders dat kleine stukje nog maar wel. Dat zien we er wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet. En geniet een beetje mee. Tot later. Doei. Ja, jullie zien het goed. We zitten weer bij onze Marianne. Hallo. Wij doen even lekker een bakje koffie en wat lekkers erbij. Ja. En wij hebben tarotkaarten gelegd. Ja, helemaal leuk. Ja. Wat gezellig. Ja. Weet je, en dat moet je alle twee leuk vinden, anders werkt dat niet. Nee, en wij vinden het leuk. Ja. Gezellig. Ja, is het ook. Is ja, het ook. Helemaal fijn. Ja. Dus ja, ik had mijn ook mee. Ik denk, ja, ik neem ze even goed mee. Maar de volgende keer doen we die van mij weer. Toch? Ja, precies. En we gaan het om en om doen. De ene keer ben ik hier en de andere keer ben jij bij mij. Pas op de NL. Ja, zo is het. Ja. Enkel aanstaande dinsdag ben ik ook weer hier. Ja. Want dan is het Juttersmarkt. En dan moet je geen andere afspraak maken. Nee. Nee, dat komt. Dus, maar dat komt helemaal goed. Ook heb ik net eventjes met tijgeroogje gewerkt bij Marianne. En die vond dat ook helemaal leuk. Ik moet zo even kijken in mijn agenda voor dinsdag. Ze gaat gelijk noteren. Uiteraard. In het grote boek. Ik denk niet het grote boek van Sinterklaas, maar het grote boek van Marianne. Ja, precies. Ja, kijk. Ah. Oh ja, maar dat is pas later. Ja, het kan helemaal. Wat? Ik heb om 1:00 even een afspraak, maar dat is niet zo lang. Oh, dat dan ben ik er nog niet hoor, want om 1:00 heb ik ook een afspraak. Ja, precies. Dus, precies. Dan komt Erwin bij mij, mijn begeleider. Ja, leuk toch? Ja, en als die de hortop is, dan ga ik pas de hortop. Ja, precies. Nee, dus. Maar dat komt er niet. Maar we genieten nog even verder hier aan deze kant. Ja. En dan komt alles vanzelf goed. Ja. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om van jullie afscheid te moeten gaan nemen. Maar voordat we dat gaan doen, ik heb een mededeling. Ja, en dat is dat ik oma ga worden. Ja, mijn dochter is zwanger en daar ben ik o zo blij mee. Er zijn heel veel mensen negatief. Mensen, doe dat alsjeblieft niet. Jullie weten niet wat er allemaal heeft afgespeeld de afgelopen jaren. En ja, als je dat wist, dan had je ook niet zo negatief hoeven te zijn. Dan had je wel anders gereageerd. Maar oké, ik ben in ieder geval blij dat ik oma mag worden. En ja, ik ben ook trots op mijn dochter en trots op iedereen die haar steunt en haar opvangt en alles. Ik vind dat reuze fijn. En ja, degenen die negatief zijn. Jullie hebben altijd wat te zeiken, hè? Ja, jullie hebben altijd wat te zeiken. Maar ja, er zijn zeikers, moeten er ook zijn, hè? Ja, dat moet gewoon ook zijn. Anders hebben we geen genoeg er zijn. In de sla, of waar dan ook in. Of als je een muggenbult hebt, wil je ook graag wat azijn hebben. Dus ja, azijnzeikers, kom maar op. Klus jullie rouw. Ja, ik kom voor mijn dochter op. En ik ben niet de enige die dat zal doen. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Degenen die wel positief zijn en positief willen reageren. Dank jullie wel voor alles. En ja, we gaan nou lekker slapen. Dus ik zeg welterust allemaal. Slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard weer gezond aan jullie bed zien te komen. En jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Slash, ik vergeet nog wat. Morgen ga ik hier even nog door, want ik heb nog wat te zeggen. Ja. Ook aan een negatieveling. Die krijgt nog wat eventjes om zijn oren. Ja. Maar daar kom ik morgen verder wel weer op terug. Nu gaan we lekker slapen. Tot later. Doei.